Ja, er is heel wat afgekreund tijdens het touwtrekken om de wereldtitel op de Bleek in het Gelderse Doetinchem. Het is een Engels georiënteerde krachtsport die aan strenge regels is onderworpen. Steady. Een Nederlands achttal trok ten strijde tegen een stel blanke krachtpatsers uit Zuid-Afrika. En dat leidde tot een miniatuur protestdemonstratie op het water tegen de apartheid en tegen het feit dat geen zwarten in de ploeg waren opgenomen. Maar de Zuid-Afrikanen trokken zich er niets van aan. Nederland, dat gemakkelijk over de streep werd getrokken, eindigde in het toernooi als laatste. Engeland had het moeilijk in de finale tegen Zwitserland, dat een legioen supporters van de Alpenweiden had meegebracht. Hevig trekkenbekkend gooiden beide ploegen al hun energie in de strijd. De Engelse routine gaf tenslotte de doorslag. Opnieuw konden de mannen van Albion zich met de kampioensbeker op hun eiland terugtrekken.